thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dames en heren, ik heb het een beetje op mijn stem, maar gelukkig hebben we versterking, dus ik hoop dat het goed gaat. Alvorens ik verder ga, wil ik me even voorstellen. Ik ben Jan Pater, geboren en getogen hier in Annapolona. En het bestuur heeft mij verzocht om hier op te gaan treden als ceremoniemeester. Nou is het niet prachtig, ik ben er zo blij mee en vereerd. De opzet is, dames en heren, dat ik u eerst van harte welkom heet. Van harte welkom allemaal, wat fijn dat u er allemaal bent. En de tijd vrij heb genomen om hier aanwezig te zijn en om ook zo dadelijk te kunnen genieten van het interieur van het Geldershuisje. Het Geldershuisje, dat is al zo lang onderweg. Men heeft daar 11 jaar over moeten doen voordat het een vaste plek had. En het is eindelijk gebeurd, dus alle eer eigenlijk aan deze mensen. Het is als een stille getuige is het hier komen te staan. Het vertelt eigenlijk de historie van heel vroeger. Een en al armoed, narigheid, beroerder kon het eigenlijk niet. Dus als we nu mopperen in deze tijd, het is crisis, het rooit nergens op. Nou, we hebben het rijk hoor, vergeleken met toen. Absoluut. En dan geef ik thans het woord aan het boegbeeld. Cor, mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen. Cor, ga je gang. Jan, hartstikke bedankt. Ik wil enkele mensen natuurlijk verwelkomen en dat is mevrouw Tummers. Haar man heeft hier ook dik achter gestaan en haar zoon Hans. Dan moet ik even zeggen, de heer Peter Kruijf. We zijn zo blij dat we hier op het landgoed gekomen zijn. Want gistermorgen moest er eigenlijk nog iets gebeuren. Ik denk toch erheen, maar de heer Peter Kruijf die had het onder handen genomen. Was het schuurtje nog aan het bouwen, was alle schelpen nog aan het laden. Dus hij zal de blaren wel in zijn handen hebben, denk ik. Hartelijk welkom, we zijn heel blij daarmee. Nou ja, in ieder geval Wilma Roos. Wilma, ja. Hartstikke welkom. Ja, ook Gerard natuurlijk. Het is 11 jaar geleden dat jullie hier waren. Ja. Ja. Vond ik heel leuk met de bloemendagen. En jullie hebben ons eigenlijk ook een beetje gepromoot. Want toen raakten we tv nog rollen en zo. En je moet allemaal bekende jongetjes vaak hebben. Maar jullie hebben eigenlijk niks veranderd. Dank je. Maar als ik Gerard zie, heb je nu meer haar dan 11 jaar geleden? Dat klopt. Ja. Daar heb ik een hoop aan gedaan ook hoor. Ja. Wij gaan zo direct het huisje openen en dat gebeurt door mevrouw Tummers. Nu wil ik Jan, als jij eventjes de verhuiswagen wil halen. Cor, ik ben er niet voor ingehuurd, maar ik doe het wel. Ja, de verhuiswagen staat daar. En dan krijgt mevrouw Tummers de sleutel. Welkom in het Geldershuis. Ja. Alles zit erin, zo, hoor. Zo, ja. Geweldig. Nou, we winnen hij. Nou, wacht maar, we doen de hoek van de camera. Even ontdijden, denk ik. Nou. Is het fout? Raak wel aanzeggen. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefde ze eenvoudig toen in simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefde ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het bankstel staat bij Mien en er dressoir met plastic rozen. En langs het tuinpad van mijn vader. Nadat de woningbouwvereniging een cheque had overhandigd van €750... voor de stichting Ons Erfgoed Het Gelders Huisje had Gerard Joling ook nog iets in petto voor de stichting. Wat leuk nodig, nou ja,
Lekker druk aan. Ik heb een 7 van 5 gedaan. 2,5. 1750. Ja, dat hebben we voor. Nou, de heer is ook bij mij verschenen vandaan. Hij zegt, Geer, als je er nou wel heen gaat, je hebt tijd, dan mag je dat geven. Dus ik maak het rond. Geer, ja, ja. Blijf staan. Ik heb hun vaders nog gekend, ze kochten zoethout voor een cent. Ik zag hun moeders touwtjes springen. Dat dorp van toen, het is voorbij. Dit is al wat er bleef voor mij, een aanzicht en herinneringen. Toen ik langs het tuinpad van mijn vader de hoge bomen nog zag staan. Ik was een kind, hoe kon ik weten dat dat voorgoed voorbij zou gaan.